Hallo, ik ga een nieuwe vlog starten en het voelt nog steeds super onwennig. Zoals je een beetje aan mijn gezicht kan zien, ben ik een beetje ziek. Ik weet niet wat ik heb. Ik voel me gewoon super moe, een beetje duf, keelpijn, verkouden. Ja, maar haar wil het ook niet. Gewoon allemaal dat. Gewoon echt super moe. Gewoon mijn hele lichaam doet eigenlijk een beetje zeer. Dus ik hoop niet dat het corona is. Vorige keer ben ik daar echt heel erg ziek van geweest. Ik heb gisteren een test gedaan. Die was negatief. Dus ik ga hem eind van de dag nog een keer doen. En hoop ik dat hij negatief blijft. En dat het gewoon een griepje is. Geen corona. Maar goed, ik ben ondertussen aan het wachten op mijn nieuwe collega. En super kut natuurlijk dat ik me niet zo lekker voel. Maar ik heb wel heel erg veel zin om met haar aan het werk te gaan. Ik ga jullie zo meteen ook even aan haar voorstellen. Ze heet Lisa en ze komt ongeveer 1 à 2 keer in de week bij mij werken. Aan het foodkanaal gaan we helemaal anders aanpakken. En voor Instagram Reels komt ze me helpen om daarmee om dat op te nemen. Ze komt me helpen met het editen van bijvoorbeeld deze vlog. Dat gaat ze nog meer allemaal doen. Ze gaat me helpen met de planning. Mailtjes beantwoorden. Zodat ik weer wat meer tijd heb ook om creatieve dingen te gaan doen. Dus ja, ik ben daar heel erg blij mee. En ik heb er heel erg veel zin in. Wil je met je vrienden? Ja. Ja? Oké, nou dat was hem weer. De hele dag gewerkt met Lisa. Was echt super leuk. Echt zo fijn om iemand te hebben die gewoon met je meedenkt, meewerkt, precies weet wat je bedoelt. Waardoor echt alles veel sneller klaar is en waardoor ik er dus ook meer energie van krijg. Zo, daar zijn we weer. Ik ben naar school gebracht. Mijn haar is een beetje geploft. Ik ben gisteren gaan slapen met nat haar. En dan is het echt een soort, ja, hagerit kapsel noem ik het altijd maar. Wat ben jij aan het doen? Nee, daar gaan we toch niet eten nu. Het is ochtend. Doe maar in de la. Hé? Hey? Maar je kan toch niet chippies eten? Het is 8:30. Ja! Nee, dat kan niet. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan een fruitje eten, oké? Okay? Fruitzakje? Nee! Uit de koelkast? Nee! We gaan geen chips eten. Het is 8:30 in de ochtend. Nee. Nee. Dat mag niet. Die? Die. Ook goed, hè? Alsjeblieft. Ja. Ja, alsjeblieft. Ja. Ja. Oké, goed. Normaal is maandag mijn werkdag. Dat past mijn moeder op. Maar zij is lekker op vakantie. Natuurlijk met mijn vader. We zijn naar een huis in Bonaire. Dus ik ben een klein beetje jaloers. Maar dus ik ben vandaag alleen met Charlie. Kinderen zijn op school. En ik heb vorige week daardoor eventjes wat meer gewerkt en wat langer doorgewerkt. Zodat ik zeg maar vandaag niet hoef te werken. Dat is dus lekker aan als je voor jezelf werkt. Ik ga even het hele huis opruimen. Want het is hier 's ochtends echt een soort van ontplofte bom als iedereen naar school is. Dus dat ga ik even doen. Ik moet nog 1 mailtje versturen. Een klein beetje werken. En rond een uur of 12 komt er een vriendinnetje van mij hier lunchen. Dus daar ga ik nog eventjes lekker broodjes zo meteen voor halen en beleggen en zo. En zo meteen het haar even fixen, make-up opdoen, want dat heb ik ook allemaal nog niet gedaan. Ik heb trouwens, het is mij trouwens, ik weet niet hoe jullie dat doen. Het is mij nog nooit gelukt om 7:30, wij zitten 7:30 stappen wij in de auto om die kinderen naar school te brengen. Dan zien hun er echt allemaal piekfijn uit. Heb ik hun
tas klaargemaakt met broodrommels, alles erin, snacktrommels. Heb ik zelf ontbeten, maar het lukt mij nooit om dan mezelf ook nog op te maken. Maar misschien omdat ik er ook niet echt een prioriteit van maak of zo. Maar volgens mij ben ik ook niet de enige. Ik zie dat eigenlijk nooit op school in de ochtend. Heb je het op? Ga je het in de prullenbak gooien? Ja. Goed zo. Goed zo. Zo, hij zit dicht. Kom maar. Zo, wat ga je doen? Ga je spelen? Ja. Oké. Oh, ik moet mee. Nee. Waar ga je mee spelen? Met Paw Patrol? Wie is dat? Ja. Is niet van de Paw Patrol, hè? Volgens mij. Ik weet niet wat dat is. Die. Wie is jouw lievelings van de Paw Patrol? Sky? Sky. Nee, is toch niet Sky? Ik weet even niet wie is dat. Ja. Ook alweer. Ja. Dat is... Ja. Ik heb even geen idee. Rocky? Rocky. Ja. Dat is Rocky. Deur. Zo, weer helemaal gelukkig met zijn kaasstengel. Ja. Kijk, nou, dit is toch heerlijk. Dit is gewoon waar wij wonen. Ja. Wat zei je? Ja? Ja. Zei je ja? Ja. Is het lekker? Ja. Goed zo. We hebben natuurlijk de zithoek. Ik ben nu bezig om een timmerman te zoeken die hier de planken in gaat maken. Want dan kunnen we deze ook even gezellig gaan inrichten. Dit behang van Arte is super mooi, maar mijn moeder ging het behangen en het is echt bijna niet te doen om dit netjes erop te krijgen. Dus Danny had van die latjes gekocht omdat het hierboven niet zo... Ja, je ziet het hier een beetje niet super netjes is afgewerkt. Alleen die latjes, die donderen steeds naar beneden. Het ziet er ook echt niet uit. Het zijn allemaal van die dingetjes die we nog even moeten fixen. Dus nog even vanaf hier, maar al met al ben ik echt zo blij met het huis. Het is echt precies goed qua ruimte voor ons. En ja, ik ben gewoon heel blij met hoe alles toch heeft uitgepakt. Terwijl we echt, nou, echt bijna... nooit tijd hadden om dingen goed uit te zoeken. En we alles vanaf foto's hebben uitgezocht en besteld. De keuken ook echt gewoon letterlijk binnen anderhalf uur uitgezocht. Samengesteld en besteld. Maar daar ben ik ook echt mega blij mee. Ik ga nu even naar deze kast toe lopen. Want ik heb dus zieke snijdrang. En ik ga deze zak even meenemen. Zo, en ondertussen is het alweer middag. Opgemaakt, mijn haar heb ik nog niet gedaan. Mijn vriendin is net weg, was super gezellig. En kinderen zijn weer opgehaald. Zitten daar lekker te spelen. Jordy zit bij de televisie. Ga ik heel eventjes wat werk wegwerken voor zover dat lukt. En dan komt Danny zo meteen alweer thuis. En dan ga ik alweer koken. En dan is gewoon de maandag alweer voorbij. Het gaat zo snel. Ik ben echt super moe. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien aan mijn gezicht. Maar ik moet
Ik heb echt moeite met mijn ogen goed open te houden. Ik ben gewoon echt helemaal eraf. En waarvan, ik heb geen idee. Want ik denk, nou, zoveel heb ik nou ook weer niet gedaan vandaag. Maar goed, ik ga even de laatste mailtjes beantwoorden. En dan ga ik koken. Wat is er? Wil jij knuffel? Oké, jongens, mocht je... Oh, lekker ingezoomd. Mocht je een goede koffiezetapparaat zoeken met schuimer, dan moet je deze niet kopen. Dit ding doet het echt voor geen meter. Ik moet echt een andere schuimer hebben. Gewoon van melk wat eruit komt. Totaal geen schuim. Het is echt een shit ding. Zo, goedemorgen. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En we staan bij school van de kinderen. En we zijn een beetje te vroeg. Ja. We moeten nog 5 minuutjes wachten en dan gaat de school pas open. We moeten bloemen halen voor Jo's juf. Jo's juf is vandaag jarig. Ja. Hoe heet die juf ook alweer? Miss Claire. Mag ik ook? Een stukje even met Charlie delen. En ik ga vandaag werken met Lisa. Ik ga eventjes de auto anders parkeren, want mij sta ik heel scheef. Pannenkoekjes met banaan. Dus dan doe je 2 eitjes, 1 banaan en een beetje havermout. Met koek en speculaaskruiden. Die bakken in de pan. En er zit wat Alpro overheen en wat chiazaad. Nog wat kaneel, peer en honing. Echt super lekker. Nou, ik heb me ondertussen aangekleed. Het is echt super donker in huis. Omdat het buiten ook heel grijs, grauw en regenachtig is. Maar ik dacht, ik ga jullie even de bovenverdieping laten zien. Dit is trouwens het kantoor met de fiets hier. Kantoor hebben jullie volgens mij ook nog niet echt gezien. Is hier ook nog niet helemaal klaar. Nog een beetje een chaos. Maar boven heb ik nog helemaal niet laten zien. Is ook nog lang niet klaar. Maar dan ga jullie gewoon een beetje laten zien hoe het er nu uitziet. Fantastische hal. Er komt hier dus nog een nieuw kozijn in. En de deur moet nog geschilderd worden. Net zoals de trap. Maar we hebben wel een mooie deurmat. Deze is trouwens van LX matten. Daar krijg ik altijd super veel vragen over. Dus vandaar dat ik het even zeg. We gaan naar boven. Gewoon meteen buiten adem. Is niet te doen. Oké. Nee, ik ga hier beginnen. De eerste deur als je boven komt is de badkamer. Dus ben ik blij mee. Het is wel wat aan de kleine kant. Maar voor ons gewoon prima. Er lekker bad in. Heel chill. Eerst de douche. Zo. Ook gewoon een chille douche. Toilet. Nou, de wasbakjes. Dan gaan we naar deze kant. Hier is Charlie's een kamertje. Die is ook nog niet helemaal af. We hebben het hier wel behangen. Dus het ziet er op zich allemaal wel prima en gezellig uit. Alleen hier komt dus nog een schot tot waar behang is. Zodat dit helemaal dicht gaat. Met daarachter nog kastruimte. En we moeten nog steeds zijn klamboetje ophangen.
Nou, en dan hebben we hier... Dit moet ooit de babykamer gaan worden. Nee, we hebben net hier zijn we doorheen gegaan. We weten nu wat we met al deze spullen moeten gaan doen. Lijkt heel veel, maar het valt heel erg mee. Het plan is eigenlijk om dit weekend het allemaal leeg te halen. Kijk, alle dozen die hier staan, deze allemaal, zijn allemaal spulletjes voor in de babykamer. Dus op zich lijkt het erger dan dat het daadwerkelijk is. Maar goed, het moet wel nog even gedaan worden. Dan gaan we naar die kant. Even dicht. Heb je hier Lola en Joe hun kamer. Die hebben een stapelbedje. Op twee bureau. En hier is hun kast. Heel vaak de vraag hoor, van hoe gaan jullie dat doen met kamers en zo. Maar in principe heeft iedereen een eigen kamer als het zou moeten. Alleen Lola en Joe willen echt altijd samen slapen. Dat deden ze in Engeland al toen ze alle twee een eigen kamer hadden. En ja, dat willen ze nu gewoon nog steeds. Dus wij dachten gewoon van, we gaan dat zo houden. En ze kregen een stapelbed. En hun vinden dat gewoon nu nog helemaal prima. En mocht het ooit anders worden, dan is er dus ruimte voor nog een kamer te maken voor een van de twee. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk gewoon heel erg goed zo. En ze slapen ook veel beter als zij samen slapen. En de laatste kamer is ook nog niet af. We hadden behang besteld voor deze kant. Alleen die bleek toch een hele andere kleur te zijn dan we dachten. Dus het matchte totaal niet met het bord van ons bed. Dus ik ga even een nieuw behangetje uitzoeken. En hier ja, staat dan nog een stoel. Willen we nog even wat gezelligs gaan maken. Hier komt nog een kast, heb ik besteld, een grote kast. Daar komt de televisie boven, die hangen we daar op, zodat we tv kunnen kijken. Nou, en hier komt dan het wiegje, want die stoel die gaat weg. Er komt een ander stoeltje voor in de plaats, die gaat gewoon naar beneden toe. En het lijkt zo wat klein, maar het is echt best wel een hele ruime kamer. We zijn er heel blij mee. We hebben onze kastruimte beneden. Beneden hebben we een hele grote inloopkast. Dus vandaar dat we hier best wel wat ruimte over hebben, omdat we onze kleding hier niet hebben staan. Nou, dat was hem weer. Ik ben nu deze vlog aan het editen en ik dacht, dit is best wel een saaie huistuin- en keukenvlog. Ik zal jullie volgende week eventjes iets meer meenemen in het weekend en met leuke dingen doen met de kinderen en zo. Maar ja, ik ben het gewoon niet helemaal meer gewend. Het zit gewoon echt niet meer in mijn systeem om overal die camera mee naartoe te nemen. Dus daar moet ik mezelf echt even aan herinneren. Maar goed, we zijn weer begonnen. Dit is een begin. En volgende week hebben we een hele leuke week. We gaan zo meteen naar een verjaardag van vrienden van ons. Hun kindje is jarig. En daarna gaan we eten met Danny zijn familie. We gaan sushi eten. Met Danny's moeder en haar man en Danny's zusje, ons nichtje en haar man en wij dan. Woensdag hebben we iets heel leuks gepland, want dan hebben we de 3D-echo of de 4D-echo met de kinderen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarvan gaan vinden. Verder heb ik een drukke werkweek en wat heb ik nog meer gepland staan deze week? Veel zwemlessen. Voetbal voor Joe. Ik film trouwens nu even met mijn telefoon, dus het kan een beetje wiebelig zijn, want het is lastig om het zo vast te houden. Want de batterij van mijn camera is leeg. Maar bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het nog niet gedaan had. Vergeet je niet te abonneren en ik zie jullie volgende week weer.